Dikke BMW, jongen. Hallo mensen van Gamers Bay, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Ja, het team is nog steeds hetzelfde gebleven trouwens. Ah, vorige aflevering. Oké, laten we daar niet over gaan hebben. Dat is echt een goed plan, Sander. Echt zo top. Ik ga niet in het gras. Hier zit geen andere waterpokémon, hè. Ik had gewoon moeten kijken. Echt, ik dacht dat ik het zeker wist, maar ik wist het niet zeker. Dus, ik vind het zo zonde. Ik dacht echt dat... Ik snap het nog steeds niet. Ja. Maar laten we het er maar niet meer over hebben, zoals ik net ook al zei. Ik ga gewoon ook tegen hem battelen, want... Weet je, kijk, ik kan beter... Oh shit, wat doe ik? Nee. Oh, ik ben weer dom aan het doen, hè. Echt, de laatste 3 afleveringen. Het enige wat ik doe is dom. Of niet slim, in ieder geval. In ieder geval dat. Laat ik Bubble Beam. En dan, ja, Bubble Beam. Safeguard. Is dat niet dat hij dan... waarom deed ik Protect? Oh, op zich, weet je. Oké, hij is veel te slecht. Ik ga... Welke had ik als eerst? Dikke BMW. Dan ga ik toch maar weer dikke BMW. Fuck it, weet je. Ik bedoel... Ja, ik kan nu wel een andere. Maar dan krijgen ze alle twee heel weinig... Oké, dit schiet niet op. Nu weet ik alweer waarom ik een andere wou doen. Ah, echt hoor. Ik moet echt opletten. Echt, ik moet veel beter opletten. Dit is een fucking Tyblock. Als ik dingen verkeerd doe... Oh shit, hij slaapt. Ik ga... als hij nu steeds Astonish blijft doen... Dan heb ik op zich... is het op zich niet erg. Want dat... Oh ja, nice. Ik ben dood. Dan, ik bedoel, dan krijg ik het steeds hetzelfde. Een adder, of een adder. Waarom ging ik ineens Engels te praten? Ga, zit in een Nederlands gamekanaal, niet in Engels. Hè. Nee, Altaria, een andere. Dat wou ik gewoon zeggen. Alleen, ik zei het ineens in het Engels. Like, fuck it, YOLO. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik weet serieus niet waarom. Ja, en dan doet hij zijn leftovers. Echt, ik hou van dat item, joh. Echt, ze zouden er meer moeten maken van dat. Voor mij heb ik er 2, alleen ik weet niet wie die andere heeft. Ja, heeft hij hem dan? Heeft hij leftovers? Ja, oké, Minecraft heeft dus ook nog leftovers. Even, dan moet ik helemaal leftovers weer selecteren en zo. Hé, wat vervelend. Nou, wat heeft hij dan voor item? Echt, take. Fluffy tail, wat is dat? Wat is dat? Let's eventjes zien. An attractive item to flee. Oh, dat hij altijd kan... ja, oh ja, oké. Okay. Nee, dat is wel handig. Dan zet ik hem ook vooraan. Dat moet ik sowieso doen, want hij is... Nee, shit. Ik wou eigenlijk... heeft hij ook nog elektrisch? Ah, wat doe ik? Zet ik opa ster? Ik moet leren, als ik elektrisch heb, dat ik dan Marstomp inzet. En niet andere Pokémon. Ja, Raikou. Waarom? What the fuck, G? Pokémon. Doe maar dikke BMW. Ja. Dikke BMW, jongen. Oh, dit durf ik niet aan, jongens. Ja, ik moet healen. Sorry, maar ik dit durf ik echt niet als ik niet heal. Oké, hij heeft weer al zijn dinges. Oké, nice. Dat was critical hit. Ik dacht al van... Shit. Ik ga het nog 1 keer... Oh, pjoe, hij doet leer. Als hij nu niet dood is... Ja, dan ga ik gewoon nog een super potion use. Ja, nog een keer bite. Mudshot, please. Raken. Ja, oké, nice. Gierig. Level 23. Nice. Een lantern. Oh, maar dat is wel... ja, dat is op zich wel... Shit. Ik bedenk me ineens water. Dat zal dan wel goed werken, zeg maar. Wat? Dit is water. En dinges. Dus dat kan zijn dat hij als hij dan water... Ik weet niet. Ik denk misschien dat watergun nog best wel veel helpt. En dat valt wel mee op zich. Hij is niet dood, weet je. Daar gaat het om. Ik bedoel, we kunnen wel zeggen van... Ah, dat was best veel. Maar ja, ik weet niet... Ja, ik heb gewoon niet goed opgelet. Weet je, dat... Dan maak ik gewoon een smoesje. Ja, dat, zo ben ik, denk ik. Ja. Oké, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go.
Gaan we die ook. Ik had deze man had ik al verslagen. Deze man nog niet. Gaan we hem verslaan? Ja, we gaan hem ook gewoon verslaan. Fuck it. Vulpix. Nice. Dat betekent dus water. Of vuur. Dat kan ik makkelijk aan met water. Echt, soms dan zeg ik gewoon precies het verkeerde. Hè? Dan bijvoorbeeld water en dan zeg ik vuur. Vuur, dan zeg ik grond. Dit is toch wel wat heftiger. Die is toch wel eventjes een flink potje goed. Echt, als mijn opa ster doodgaat, dan ben ik best wel fucked. Want opa ster is gewoon echt, die is zo sterk. Die is gewoon echt, eigenlijk is die gewoon te OP. Gewoon eigenlijk wel, ja. Bubble Beam, ja. En let's go. En, ah, jammer, ik denk misschien in één keer dood. Of in, ja, in één keer. Maar nee, toch in twee keer. Dat is jammer. Op naar Pokécenter. Shit. Ik wou op naar Pokécenter. Maar dat ging niet zoals ik wou. Oké, Marip. Oké, die kunnen we wel aan met dikke BMW. Blub. Thunderwave doesn't affect. Mudshot. En bam. Dood. En dan gaat dikke BMW ook nog een level omhoog. Dat is ook wel nice. Want die evolueert natuurlijk ook nog. Hè? Dus ik denk dat we dikke BMW ook maar eventjes moeten gaan trainen. Want dat is wel heel slim, denk ik. Ja, nou, nee, ik bedoel, want dan gaat hij evolueren. Want dan ben ik heel slim. Dat is, wat een onlogische reden is dat. Oké, okay, Dilgong. Oh, hij doet ook water. Ach, wat leuk, wat gezellig. Hij heeft ook allemaal water Pokémon. Echt, we zijn matties. Bros for life. Kill. Ik weet niet waar dat kill op sloeg, maar... hey, fuck it. YOLO. Oké, laat ik maar eventjes opa ster doen, want ja, dat is gewoon, als het gewoon niet lukt, dan zet ik gewoon opa ster in en dan komt alles goed. Constrict, doe constrict. Dat is echt dom. Dat was echt dom. Oké, dat geef ik toe. Dat was dom. Ik geef wel vaker toe, weet je. Ik, ja, als ik domme dingen doe, dan wil ik dat gewoon best wel toegeven. Trouwens, Dilgong en Articuno zijn alle twee ijs. Volgens mij Articuno is alleen ijs, maar dat weet ik niet zeker. Ik kan het opzoeken, maar daar ben ik dan weer net iets te lui voor. Fight en dan bite, fight bite. Dat rijmt. Fight bite, oh yeah. Prom. Dat doet niet heel veel damage. Mudshot zou dat veel damage doen. Dat is het effect. Tuurlijk, het is ook flying. Hij vliegt. Je kunt toch dan wel bedenken dat het dan toch niet fucking helpt. Oké. Ja, Oké, dood. Nice. Oké, knock-off. Kijk, die, daar hadden we een paar afleveringen geleden. Oh, dat weet ik nog. Toen was ik, dat was echt hysterisch. Ik zou helemaal van, nee, mijn oh nee, dat waren niet toen mijn leftovers. Dat waren andere. Nou ja, ik ga weer terug naar de Pokécenter. En dan kunnen we nu denk ik in één keer wel door. Want volgens mij zit daar, Eterna? Nee, wat? Hoe heet die? Ik dacht dat ik het wist. Nee, wacht. Saffron. Oké. Ja, ik... ik had het gewoon ook compleet fout. Ik dacht iets met de E. Maar, nee, dat toch niet. Oh, wat? Oh, nee. We gaan daar helemaal niet naartoe. Oh, we gaan... Dan gaan we. Dan had ik het misschien toch goed... Celadon. Oké, Celadon. Dat is niet met een E, maar E-C-E. Hè, het kan altijd erger. Oké, en dan zo. Oh, dat ging fout. Wat doet hij hier? I have sleepy Pokémon, Celadon City, bla bla bla. Boeit me geen fuck. Oh, we kunnen hier weer een... Leprous. Oh, wacht, die hebben we al. Ik helemaal blij van. Leprous, yay. Maar die hebben we al. Die, nee, zit hier echt alleen maar Leprous? Zit hier alleen maar Leprous? Slowbro, dat is het lastige. Ik kan het doen. Ik weet niet hoor. Ik weet het niet. Knock off. Doe maar eerst even knock off. En dan nog een keer knock off. Niet dood. Ik vang hem gewoon. Je moet gewoon zoveel mogelijk watertypes vangen in deze. In zo'n challenge. Dus ik heb een Slowbro. Ik ga eventjes een willekeurige woordgenerator gebruiken. Want, ja, ik weet geen naam. Dus ik zie jullie zo terug. Oké, ja. Ik heb niet echt... De leukste die voorbij kwam was pakken. En toen dacht ik van, hé, pakken?
plakken. Van, ja, aangezien dat ding plakt, zeg maar, een soort van aan de slowbro. Dus, plakken. Ik noem hem plakken. Ja, ik wist niks beters. En de willekeurige woordgenerator ook niet. Dus als je dit een slechte naam vindt, geef de willekeurige woordgenerator dan de schuld, hè. Het is niet mijn schuld. Oké, dank je. Oh, Porygon. Oh, die wil ik zo graag. Oh, die wil ik. Waarom? Oh, die mag ik niet. Ah. Nee, Remoraid. Oeh, dat is ook een ding. Dat is ook een waterpokémon. Die weet ik zeker. Volgens mij Remoraid, toch? Ik ga het even opzoeken. Ja, en het is water. Ja, en hij... Wat evolueert hij dan? En wat... Hij evolueert in Octillery. Oké, dus dat is op zich best wel nice. Weet je, we gaan hem gewoon vangen. Fuck it. Ik moet toch iets, hè. Ik bedoel, deze... kut dan. Ik denk dat kut slechter is. Shit. Ik heb Remoraid gedood. We gaan al eventjes kijken voor een andere Pokémon. En ja, als we Remoraid nog tegenkomen. Ik ga hem toch niet vangen. Ik bedoel, ik kan hem altijd nog vangen. Slowbro hebben we. Nou, voor de rest zit hier volgens mij niet echt iets interessants. Een Scizor. Jammer dat ik water Pokémon heb. Ik kan hem wel op zich... Weet je, ik mag wel dingen vangen. Maar ik mag ze niet... Trouwens, ja, nee, ik mag ze wel vangen, maar ik mag ze niet gebruiken dan. Dus, dat. Oké, en hier is dan de coins extract... Oké, daar staat een Poliwhirl. Wow, ik wist niet dat je in deze Pokémon ook al Pokémon had die, zeg maar, echt staan. Misschien is dat al veel eerder gebeurd en dat ik echt blind ben of zo. Ja, vast. Vast. En zeker. Bam. Was dat het? Ik denk, misschien een item. Nee hoor. Ah, hier wel. Wat? Wat is dat? Oh, daar staat gewoon een man. Gewoon een man. Een man. Ja, dat kan, hè. Dat kan. Ha, snap je? Maar dat rijmt en dat moet grappig zijn of zo. Geen dinges. Hier ook niet. Ja, hier. Nice, Pokeball. En Lava Cookie. Oké, ik denk dat het iets met fire te maken heeft. Ik weet niet waarom, maar... Lava Cookie. Laverage Towns Local Specialty. It heals all the status problems of one Pokémon. Dat is zo nice. Dat gaan we doen voor... Lapdance. Want, wat? Oh, gif. En dan, ja. Want, ja, dinges kan al niet, hoe heet het, Marstorm kan al niet, paralyzed worden. En, ja, dan is het zonde, weet je, oké, hij kan wel sleep en zo. Maar, nou en, laat me met rust. Nee, dus vandaar. Vandaar dat ik, daarom toe. Oké, kan ik, dit is de gym. Oké. Wij hebben water. Dit is meestal is dit gras. Oh, wacht. Heb ik nou gehield? Ik denk dat we het toch maar eventjes gaan proberen. Of ga ik mijn Slowbro... Nee, ik ga hem nu nog niet inzetten. Alleen als mijn Gierig of zo doodgaat. Als er nog een Pokémon doodgaat. Want dat gebeurt toch wel. Knock off. Ai, niet zo heel goed dus. Bulbeam zal ook wel niet heel goed werken. Nee, tuurlijk niet. Met een beetje nadenken had ik dat ook wel gekund. Oh, nice. Kut werkt best wel goed op hem. Nice. Shellder. Oké. Dan doen we hem nog een keer. Kut werkt denk ik best wel goed. Oh, shit. Oh, dat viel best wel mee. Ik denk van echt van... Oh, shit. Die aanval ziet er vet sterk uit. Hij ziet er helemaal niet zo heel vet sterk uit, eigenlijk. Valt wel mee. Of hij ziet er wel zo uit, alleen hij is het niet. Dat is het hele probleem. Eigenlijk is dat helemaal geen probleem. Sander, wat loe je? Ik heb geen idee. Quicksire, dat is deels grond, dus ik ga Bubble Beam gewoon proberen. En nice, bam, in één keer. Zo gaat hier Gier ook nog wat omhoog. En dan doen we Lapdance. Ja, maar Lapdance heeft geen wateraanvallen. Ik weet niet, ik heb niet goed opgelet. Oké, ja, en dit is dus... Ah, fuck. Oké,
We doen, hij is al paralyzed, dus ja. Trouwens, ik zit net eventjes te bedenken. En Marston kan wel paralyzed worden. Alleen lastiger, want dan moet het al geen aanval zijn, zeg maar. Dus ja, als ik het goed zeg, nu wel. Oké, dus dat. Oké, Defense Girl. En wij doen nog een Body Slam. En dan is hij dood, dacht ik. Maar net niet. Dus dan doen we het nog een keer. Dat kan ook. Sharpedo. Die is ook Ghost. Dus, oh, dan had ik misschien Psychic kunnen doen. Want Body Slam werkt dan niet. Oké, het werkt wel. Als Rough Skin. Dat is best wel vervelend. Fuck. Wat? Oké. Ik let gewoon niet eens op de tekst, weet je. Fuck it, YOLO. YOLO. Oké, let's look what's here. Oké, there's nothing. Oké, hier is ook nothing. Ja, dat wisten we al. Dan ga ik eventjes healen. En, en dan loop ik nog eventjes naar de gym. En ik ga alvast afsluiten. Jongens, vonden jullie dit een leuke video? Blauw duimpje omhoog. Vonden jullie dit geen leuke video? Vertel dan eventjes waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters!